Welkom bij Kennispark Twente. Hoogwaardige kennis en bedrijvigheid gaan hier hand in hand met een inspirerend parkachtig landschap. Dit is de kern van het moderne Twente. Een van Nederlands leidende regio's op het gebied van innovatieve high-tech, met grote kansen en mogelijkheden. In het project Kennispark Twente werken provincie Overijssel, Universiteit Twente en gemeente Enschede nauw samen om het klimaat te creëren waarin nieuwe kansen en mogelijkheden worden benut. Om zo de werkgelegenheid in Twente uit te breiden met 10.000 nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen. Dat is een grote ambitie, maar ook een realistische. Kennispark Twente heeft daarom 3 hoofdtaken. Ze ondersteunt startende en groeiende kennisintensieve bedrijven met advies, begeleiding en speciale regelingen. Ze maakt de kennis van de Universiteit Twente beschikbaar voor het bedrijfsleven. En ze zorgt voor een aantrekkelijke vestigingsplek nabij de Universiteit Twente. Die aantrekkelijke vestigingsplek vinden we bij de campus en het Business & Science Park. Nog aantrekkelijker wordt deze locatie als het viaduct Auke-Vleerstraat-Hengeloosestraat verdwijnt. Dat ligt nu nog als een obstakel in het landschap. De gemeente Enschede zal het daarom slopen. Dan ontstaat die meer parkachtige omgeving. Bedrijven zullen zich daar thuis voelen. Prachtig in het groen en op loopafstand van de Universiteit Twente. Het gaat uiteraard wel om meer dan enkel het viaduct. Universiteit Twente en gemeente Enschede hebben in januari 2009 afgesproken om het hele gebied in 4 stappen aan te pakken. De sloop van het viaduct is er daar één van. Uiteindelijk gaat het om het samensmeden van campus en Business & Science Park tot één geheel. Het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied. Het merendeel van het verkeer op de Hengeloosestraat en de Auke-Vleerstraat heeft namelijk als bestemming het Business & Science Park of de UT. En de aanleg van een groene, centrale ingang van het gebied. Dit alles is nodig om ruimte te maken voor nieuwe, kennisintensieve bedrijven die zich willen vestigen in deze ondernemende, innovatieve regio. Uitgangspunt is om de groene uitstraling van het gebied te behouden en zelfs te versterken. Ook is er extra aandacht voor duurzaamheid. Slopen van het viaduct Auke-Vleerstraat-Hengeloosestraat leidt kapitaalvernietiging. In een tijd van recessie zou dat onverantwoord zijn. Daarom is het goed om te vertellen dat de sloop meer geld oplevert dan de instandhouding van het viaduct. Deels omdat de provincie Overijssel en het Rijk hiervoor subsidie verlenen. En deels omdat de gemeente Enschede en de Universiteit Twente de door het afgraven van de taluds vrijgekomen ruimte kunnen verkopen als bouwkavels aan nieuwe bedrijven. De sloop betaalt zich op deze manier dus terug. Ook zijn er andere voordelen die niet allemaal in geld zijn uit te drukken. Zoals groei van de werkgelegenheid. Op dit moment neemt het aantal arbeidsplaatsen op het park jaarlijks met 6% toe. Om die groei vast te houden moeten we zorgen voor een aantrekkelijke omgeving en betere bereikbaarheid. Op den duur is aanpassing in het gebied ook noodzakelijk, omdat de verkeersstructuur deze groei niet meer aan kan. Betere toegankelijkheid en bereikbaarheid. De reistijd per auto van de A35 naar Universiteit Twente neemt af. De reistijd tussen Centrum Hengelo en Centrum Enschede neemt buiten de spits iets toe. De aanleg van de HOV-busbaan Hengelo-Enschede leidt tot kortere reistijden per bus. Grotere verkeersveiligheid. Langzaam verkeer heeft straks meer mogelijkheden om de Hengeloze straat te passeren. Dat verbetert tevens de toegankelijkheid van het gebied. En benutting van subsidies. Er zijn al miljoenen euro's toegezegd. Daarom beginnen we nu, want voorwaarde voor de toegezegde subsidiegelden is dat we snel van start gaan. Er gaat veel gebeuren. De ambities zijn groot, we zeiden het al. En ze zijn realistisch, omdat ze gebruik maken van kennis en potenties die in Twente al aanwezig zijn. Dus zal de naam Kennispark Twente steeds vaker klinken. Wilt u meer weten? Bezoek dan www.kennispark.nl. Hier vindt u steeds alle actuele informatie en relevante links.